Of hier, voilà, Idul Adha. Idul Adha is het offerfeest waarbij we dus een aantal runderen hebben geofferd. En dat vlees wordt onder de leden van de vereniging verdeeld en een deel, bijna de helft, wordt ook onder behoeftigen verdeeld. Het is erg druk vandaag. Is het drukker dan vorig jaar? Ja, het is bijna 3 maal drukker. Dus, en daardoor hebben we weinig. We hebben een systeem dat we met bonnen, mensen morgens een bon hebben gegeven. En helaas zijn er veel meer mensen zonder bon nu, maar we kunnen ze niet helpen. Dus. Mensen zonder bon, you know my opinion. Zonder bon, sorry. Zonder bond kunnen we niet helpen. Nee, het is maar die been er staat lang, het staat meer. Wat gaat hij met zo'n lange been doen? Suma wa boyo tek boyo chakwe. Wanoma wa pesma. Wasma wa boyo. Yo sakal. Pesa kade. No, approve. No, it's for me. Eén boyo per persoon Oké, zomaar kiezen van kan klaar voor jou. Het is vandaag een drukke dag geweest. Heel druk. Ik heb vanmorgen tegen 9 uur heb ik ongeveer 200 bonnen voor arme behoeftigen verdeeld. Daarnaast kan ik gelijk zeggen dat er meer dan 200 bon aan arme behoeften zijn gegeven, waarschijnlijk 250. Want we hebben een aantal mensen die nou net geholpen konden worden, hebben geholpen. Dus zeg maar 250 armen hebben gekregen. En leden, 300 leden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag hebben wij 5 runderen geslacht. Een deel is voor de leden. Een deel is voor degene die geslacht heeft. Die zal dat dan verdelen onder zijn familie, vrienden en behoeftigen die hij kent. En een deel is voor de behoeftigen die hier ook eventueel hun vlees komen halen. Waarom doen jullie dit? Waarom het offeren en aan de armen denken? Natuurlijk, het offeren dat symboliseert de offervaardigheid die een moslim aan de dag moet leggen. En dat geeft natuurlijk het verhaal weer van onze profeet Ibrahim. Die dus zo offervaardig was dat hij bereid was zelf in opdracht van de Almachtige zijn zoon te offeren. Vijf koeien dit jaar, is dat normaal of is het minder dan vorige jaren? Vorig jaar, als ik het goed heb, hebben we 1 meer gehad. Maar dit jaar is het 5 geworden. En het is inderdaad, de afgelopen jaren is het wat afgenomen, ja. En in de topjaren hadden wij hier wel soms wel 11 tot 12 koeien. Crisis? Daar kunnen we deels van uitgaan en natuurlijk een deel ook. Laat zeggen dat het hoofdzakelijk de oorzaak is, ja.
Is het nog even makkelijk om stieren aan te schaffen? Nou, het is super duur, man. Dus en met slagkosten en transportkosten en alles, komen we bijna 13.000 per stier. En 8 x 13 hebben we dus meer dan 100.000 SAD vandaag. Is 8 meer dan vorig jaar of is dat een normaal getal? Nee, het is de helft van 5 jaar geleden. En het is 2/3 van vorig jaar. Dus het wordt steeds minder. Hier hebben we mensen die zonder bon, die laat zijn gekomen. Hopen we misschien, niet beloven, maar misschien valt er nog wat te geven. Mevrouw, hier is een rookvrije ruimte alsjeblieft. Dat is belangrijk. Oh, die mag ik mee roken. Oké, okay. 2, 3, 4, 5. Tempo, tempo, die anderen wachten ook op u. 1, 2, 3, 4, 5.